Als het zo door blijft gaan, dan ben ik bang dat 2021 niet het jaar gaat worden voor mij. En waar ligt dan het grootste risico op de loer? Waaraan zou je overlijden? Ik zou overlijden dat met name alle medicatie die ik heb, dat die niet meer goed werken. En dat alle andere organen waar ik eerst geen last van had, nu ook heel hard achteruit gaan. Ze hebben op een gegeven moment, kunnen ze me niet meer verder helpen. Het enige wat er dan is, is een donorhart. En als dat er niet is, dan is de koek op. Nee, er moet dus echt iets gebeuren. Ja, wat we nu allemaal doen zijn labmiddelen en het proberen wat te rekken.